Goedemiddag allemaal. Voor het eerst in lange tijd weer een probleem met een beamer. Dat komt niet zo heel vaak meer voor, maar er zit een heel apparaat tussen blijkbaar. Mijn naam is Pieter Joost van der Zanden. Ik ontwikkel software. Ik vind softwareontwikkeling gaaf. Ik doe dat nu een jaar of 15. Ik werk voornamelijk voor wat grotere bedrijven. Op dit moment help ik bijvoorbeeld Deloitte. Ik heb veel bij verzekeraars gezeten, banken. Ik heb een tijd in het buitenland gezeten in San Francisco bij wat verschillende start-ups en skill-ups. Vaak word ik ingehuurd in de rol van softwarearchitect. Maar ik ben wel echt iemand die echt nog blijft coderen, zeg maar. Dit is een foto van mijn GitHub profiel. En ik probeer eigenlijk nog wel minimaal dagelijks met mijn handen aan het toetsenbord te zitten. En gewoon code te schrijven. Ik denk echt de enige manier om iets met software architectuur te kunnen doen. Is als je daadwerkelijk met beide benen nog op de grond blijft staan. Zo blijf je ook de pijn voelen. En de successen voelen van de keuzes die je maakt. Ik doe .NET. Go, Java, Erlang. Ik probeer me niet echt specifiek te focussen op één taal. Ik vind het juist leuk om verschillende opdrachten te doen met verschillende talen. Om zo mijn horizon te verbreden. Als je in één keer functioneel gaat programmeren, heeft het ook een hele grote invloed op bijvoorbeeld de C-sharp code die je schrijft. Ja, ondanks dat het geen functionele taal is, is het wel zo dat je die lessen van de functionele taal mee kan nemen. En daar ook je C-sharp bijvoorbeeld mee verbetert. Vandaag ga ik jullie iets vertellen over een verhaal wat ik heb meegemaakt bij Happy Pancake. Bij Happy Pancake, ik heb hun geholpen met de transitie van een monolithische architectuur naar microservices architectuur. En wat ik eigenlijk wil doen is jullie meenemen in hoe dat is gegaan, welke keuzes we hebben gemaakt, welke fouten we hebben gemaakt, dingen die we niet meer zouden doen, dingen die we nog wel zo zouden doen, de problemen waar we tegenaan liepen, et cetera. Even voor mijn beeldvorming. Wie doet hier iets met architectuur? Ja, vrijwel iedereen. Wie doet er iets met microservices? Ja, wie is blij met microservices? Ja. Wie heeft zijn hoofd al een paar keer goed gestoten met microservices? Ja, heel goed. Ja, herkenbaar hoor, herkenbaar. Happy Pancake. Happy Pancake is een Zweeds bedrijf. Het is de grootste datingsite van Zweden. En ze zijn ook actief in Noorwegen, Finland en sinds 6 maanden ook hier in Nederland. Omdat het verhaal gaat over architectuur, is als je het woord architectuur invoert in Google, zie je zoiets als dit. Is er iemand die dit plaatje een beetje herkent of iets wat erop lijkt? Want als je gewoon een beetje verder. Dit is trouwens Java, dat is meer van links naar rechts. Op een of andere manier, altijd als ik op Java-project heb gezeten, dan is een architectuur altijd van links naar rechts getekend in plaats van boven naar beneden. Ik weet niet wat daar precies het idee achter is, maar hier zien we een architectuurplaatje van Microsoft, van de MSDN-site. Ik vind dit een heel complex plaatje, als ik eerlijk ben, met architectuur. Dit komt van Wikipedia, dus dat is in ieder geval een architectuur die waar is. En die klopt. Ook weer een architectuurplaatje. Het is eigenlijk als je zoek naar architectuur, vind je talloze van dit soort plaatjes. En als je heel goed kijkt naar dit soort plaatjes, komt het altijd neer op een gelaagde architectuur. Waarbij een laag hierboven een dependency heeft op een laag daaronder, maar vaak niet op een laag daar weer onder. Het is een multi-tier architectuur, n-tier architectuur, 3-tier architectuur. Dat zijn architectuurstijlen waar gewoon de afgelopen decennia het meest over geschreven is. En waar je nog steeds het meest over vindt. Ook als je zoekt op microservices architecturen, vind je nog heel veel plaatjes die hierop lijken. Nou, waarom dat wel of geen goed idee is, ik hoop dat jullie daar aan het einde van de presentatie een beetje een idee bij hebben. Is er iemand die deze architectuur toepast? Of een soortgelijke architectuur? Ja? Is er iemand die het niet toepast? Of die zegt van, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Zo heb ik echt nog nooit mijn softwarelandschap of mijn applicatie ingedeeld. Nee, dit is vrijwel het meest gebruikelijk, denk ik. Is er iemand die een voordeel van deze architectuur kan opnoemen? Ja? Ja, goede laagscheidingen. Mogelijkheden zijn altijd gescheiden. Dat soms de laatste bij tegen
dus separation of concerns is eigenlijk het argument wat je het meeste hoort. Het is ook vrij makkelijk uit te leggen. Als je met een team ontwikkelaars zit en iemand wil iets doen in de frontend, dus die vraagt waar moet ik dat doen, dan kun je heel makkelijk gewoon wijzen van dat is dat stuk daarboven. Zeg maar. Een ander veelgehoord argument is scalability. Dus de schaalbaarheid. Je kan de layers onafhankelijk van elkaar schalen. Heb je bijvoorbeeld, heeft de frontend het heel zwaar, dan zou je meer capaciteit aan de frontend kunnen toevoegen zonder dat per se de middelste laag daar last van heeft. Klinkt misschien een beetje gek, want het is natuurlijk iets positiefs. Maar je kan je hardware zo verdelen, zo inzetten dat het optimaal is voor je systeem. En flexibiliteit en reuse. Reuse is vaak vooral een veelgehoord argument voor dat je inderdaad een frontend kan herbouwen in een andere taal. Dat je eventueel de database zou kunnen vervangen door een andere database. Is er iemand die ooit een database laag heeft vervangen? Nog nooit. Het stomme is, Nee. En als ik het, ik heb het in de praktijk een keer meegemaakt, maar dan is het, destijds was van Oracle naar MS-SQL. Dus eigenlijk smaak 1 naar precies hetzelfde smaak, maar dan van een ander merk, om het zo maar te zeggen. Jij zei, ik heb het zeker wel eens vervangen. Was dat ook naar echt een andere database? Ja, precies. Ja. Dus van de ene gerelationeerde database naar de andere. Van Oké, okay, wel naar document-based, ja. Oké, okay, ja. Ja. Dus de flexibiliteit en reuse wordt wel gezien als een aantal keypunten. Zelf, flexibiliteit en reuse, ik heb het in de praktijk vrij weinig zien werken. Ik heb vaak projecten meegemaakt waar we de frontend gingen vervangen of dat soort dingen. Maar het blijkt toch vaak als je naar nieuwe technologie gaat, krijg je weer nieuwe wensen. En dan blijkt die laag die eronder hebt liggen eigenlijk helemaal niet zo goed aansluiten die wensen. Dan ga je daar weer vertaalslagen tussen doen. Dat is vervelend. Ik probeer een beetje snel te praten trouwens. Want, ik heb natuurlijk een beetje het eerste stukje hebben we wat tijd verloren. Dus ik ga het proberen in te halen. Ik denk, hoe ga ik deze snel doen? Maar de middelste laag van deze architectuur zorgt vaak voor een heel duidelijk model. Dus de middelste laag dicteert vaak hoe de laag daaronder eruit ziet in je database. En het dicteert vaak hoe je, wat je aanbiedt naar je UI. Als jij meerdere lagen gaat toevoegen, dan is het voordeel voor de laag boven jou dat jij een duidelijk model aanbiedt waar die laag boven jou gebruik van kan maken. De grote vraag eigenlijk bij op deze manier het stapelen van je architectuur is, wie gelooft er in oplossingen die beloven alles te kunnen ondersteunen? Ik probeer hier de vergelijking te maken met Super Blue Stuff. Ik weet niet of iemand Super Blue Stuff kent, maar dat is echt, ik denk van een jaar of 15 terug, dat als ik 's avonds laat thuis kwam naar de kroeg en zette nog de tv aan, had je altijd, op elke zender waar je ook zapte, had je altijd Telcel reclames. En een van die Telcel-reclames was Super Blue Stuff. En daar deed een man zo bij zijn apotheekkastje. Dus die gooide eigenlijk alle zalfjes en alles die hij had, schoof hij eruit. En dan zette hij de pot Super Blue Stuff neer. Want dat hielp tegen hoofdpijn als je het op je hoofd smeerde. Het hielp tegen ontsteking in je knie als je het daarop smeerde. Je was eigenlijk van al je kwaaltjes was je af als je Super Blue Stuff gebruikte. En hetzelfde geldt voor Quick and Bright. Daar kon je hele huis mee schoonmaken. Een andere vergelijking is Lord of the Rings. One ring to rule them all. Eén product, zeg maar, die je voor alles kan inzetten. En dat druist heel erg in tegen het idee dat je modellen en API's, die kun je eigenlijk maar optimaliseren voor één gezichtspunt. Je kan maar één gezichtspunt kun jij ontzettend goed duidelijk maken in een model. Een voorbeeld daarvan is, ik heb hier een aantal gezichtspunten van een model van de mens. Dus hier zien we er eentje waar alle spieren zijn afgebeeld. Dus als jij iets van de spieren wil weten van een mens, is dit volgens mij een topmodel. Hier is er eentje, daar proberen we de bloedvaten duidelijk te maken. Dan zou je kunnen zeggen, maar wat nou als ik de behoefte heb om spieren en bloedvaten in een model te gieten? Dan kom je daar misschien nog wel een beetje mee weg. Dus hier zie je eigenlijk aan de linkerkant zie je dat de bloedvaten over de spieren zijn gelegd. En aan de rechterkant zie je de spieren afgebeeld. Maar
veel meer aan zo'n model als dit kun je niet toevoegen. Ondanks dat een mens zeg maar, uit veel meer zaken bestaat, is een model altijd een versimpeling van de werkelijkheid. En kan het zich maar optimaliseren voor één enkel gezichtspunt. Ja, dit is bijvoorbeeld weer een ander model van de mens. Maar ja, hier kun je eigenlijk weer niks van die bloedvaten uit opmaken. En het grote nadeel van zo'n gelaagde architectuur is dat bijvoorbeeld zo'n middelste laag, en je kan hem dus maar optimaliseren voor één gezichtspunt. Je kan hem maar optimaliseren voor één gezichtspunt. Heb jij dus meerdere gezichtspunten of meerdere use cases, ja, is het eigenlijk vrij lastig. Een goed voorbeeld daarvan is dat er in de tijd dat domain-driven design heel erg opkwam. Zijn er mensen die domain-driven design kennen? Ja? Bij domain-driven design, vooral die middelste laag, dat was een laag waar je een model moest maken wat een representatie was van het probleem wat je probeerde op te lossen. En al snel kwam daar bijvoorbeeld een domeinklasse in als user. Want ja, bijna in elke use case had jij de naam van de user nodig of iets anders van de user. Dat was vrij lastig, want een user had weer orders. En als je een order nodig had, ja, dan kreeg je de user er weer bij. Dus ja, hoe ging je dat nou queryen? Dan zijn er technieken bedacht als lazy loading. Dat ja, als jij één ding ophaalde, dan zitten daar wel dingen achter. Maar pas als je die gaat aanroepen, gaan we ze weer ophalen uit de database. Zijn er mensen bekend met lazy loading? Ja, allemaal een keer toegepast. Voor mij is ook het grapje altijd bij dat model dat als je op een gegeven moment een banaan nodig hebt uit de jungle, dan krijg je daar de hele jungle bij, zeg maar. En? Dat is een duidelijk voorbeeld van hoe die schoen eigenlijk een beetje wringt als je zo'n model gaat gebruiken voor al je use cases. Dat je technieken nodig hebt als lazy loading, omdat het anders niet performt. Omdat anders je queries te groot worden, dat je eigenlijk veel meer data gaat ophalen dan je eigenlijk nodig hebt. Terwijl het enige doel van zo'n model is eigenlijk, vanuit een use case gezien, of vanuit een scherm gezien, of vanuit een workflow gezien, is ja, eigenlijk alleen maar dat kleine stukje. Je bent eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd dat een banaan aan een boom hangt, dat die boom weer in de jungle staat en dat daar ook weer apen aanwezig zijn. Techniek als lazy loading, als je dat soort dingen nodig hebt, is echt een teken dat je model niet goed is. Of in ieder geval niet goed gepresenteerd wordt. Ja, dat resulteert heel snel in iets wat mensen noemen een big ball of mud. Je krijgt namelijk één model die alle use cases van je applicatie moet gaan ondersteunen. En als op een gegeven moment iets nieuws nodig is wat invloed heeft op een gebruikersklasse of een order of iets dergelijks, dan heeft dat eigenlijk weer invloed op iedereen die dat model gebruikt, want die krijgt die properties ook weer cadeau. En dit was duidelijk wat er was gebeurd bij Happy Pancake. Bij Happy Pancake, dat was een dating site, die zijn heel groot geworden omdat zij als een van de eerste dating sites in Zweden zijn begonnen. Een beetje vergelijkbaar als waarom Marktplaats bij ons zo groot is. Marktplaats is inmiddels is het wel een iets mooiere site geworden, maar zeker een jaar of acht geleden waren zij niet de mooiste site. Zij waren wel de grootste handelssite van Nederland. Waarom? Ze waren de eerste, ze hadden dus de meeste gebruikers en je hebt gewoon een hele hoop gebruikers nodig om succesvol te zijn. Dat is bij een dating site ook zo. Bij een dating site is het, je kan een hele mooie dating site hebben, maar als er niemand op zit, dan meld jij je aan, je kan vrij weinig mensen vinden en het bloed weer dood. Ja, dus het bestaansrecht van een dating site is voornamelijk hoeveel members zitten erop. Hoeveel mensen zijn ook op zoek naar iets. Happy Pancake is in de jaren 90 is dat begonnen, letterlijk op een zolderkamer. Die man heette Martin, die heeft dat in een zolder, op zijn zolder heeft dat een beetje uitgeprogrammeerd. Een van de eerste dating sites gelanceerd, werd ontzettend groot. Daar is dus jaar op jaar op jaar op jaar op jaar is daar op voortgeborduurd. Totdat ze op een gegeven moment, een jaar of vijf geleden, eigenlijk helemaal vastliepen. Dingen als Tinder kwamen ineens uit, dingen als Happn. Hè, allemaal apps, nieuwe dating services, ja, die gewoon weer vanaf scratch waren begonnen. Ja, en die boden echt wel mooiere zaken dan Happy Pancake eerst. En Happy Pancake was destijds groot geworden, omdat er ook een andere bekende concurrent op dat moment een dating site aan het maken was in de jaren 90. Maar Happy Pancake, die zorgde op een gegeven moment, die past op een gegeven moment technieken toe als Ajax. Ik weet niet of je... Ja, het zal voor sommigen helemaal niet meer klinken van, oh ja, was er ook nog een tijd dat we geen Ajax hadden in de browser. Of er zullen mensen denken, wat is Ajax? Ajax was zo dat, je had vroeger als je ging internetten, je klikte op een knop, dan ging die hele pagina werd eigenlijk wit, omdat er een nieuwe pagina opgehaald werd en dan kwam er een nieuwe pagina voor je neus.
Nou, daar had Happy Pancake had er last van en zijn concurrent had er last van. En hij ging als een van de eerste paste hij Ajax toe. Waarbij als je dus ergens klikte, je alleen maar een gedeelte van de pagina herladen. Nou, dat was destijds was dat wel wow, te gek, was echt gaaf. Dus hij paste technieken toe om te innoveren om zijn concurrenten voor te blijven. Nou, dat heeft hem uiteindelijk groot gemaakt. Alleen datgene wat hem groot heeft gemaakt, dat werd nu een blok aan zijn been. Dus die innovatie op innovatie op innovatie op innovatie jarenlang, dat werd gewoon een blok aan het been. En daar moest echt iets gaan veranderen. Ik sla dit hele stuk even over. Op dat moment kwam ik eigenlijk binnen. Ze hadden zelf al besloten dat ze iets moesten doen aan deze monolithische architectuur. Het was gewoon, ja, het was gewoon vastgelopen. En een van de oplossingen die zij zagen waren microservices. Ik had destijds ook een aantal presentaties gegeven over microservices. En daar waren ze erg van gecharmeerd. En ze hadden gezegd, nou, als je dat bij ons kan toepassen, dan dat kan alleen maar één groot succes worden. Ja, het werd op zich niet één groot succes. Wat is het idee achter microservices? Het idee achter microservices is eigenlijk dat je ermee akkoord gaat dat je inderdaad vindt dat je een model niet kan optimaliseren voor alles. Dus dat je één zo'n monolithisch model, dat niet werkt. Nou, daar zijn sommigen het over eens. En als je het over eens op dat gedachtegoed stoelt eigenlijk microservices. Mensen zeggen wel eens microservices heeft te maken met de grootte van een service of dat soort dingen. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat je... De bedenker van microservices is Fred George. En ja, Fred George was ook overtuigd. Die man is... En wat gaat het zeggen? Die man is heel oud. En ja, die heeft in zijn carrière heeft hij op een gegeven moment teruggekeken. En die zei, ja, eigenlijk het enige waarom alle softwareprojecten niet werken, is omdat je een model niet kan optimaliseren voor alles. Dus wat we moeten doen, is dat model stuk slaan. Zeg maar, dit was een van zijn plaatjes die hij in zijn eerste presentatie gebruikte. En we moeten het model stuk slaan. En hoe moeten we dat stuk slaan? Dat moeten we stuk slaan in stukjes die onafhankelijk zijn van andere stukjes. Want koppeling is namelijk hetgene wat dingen lastig maakt. Als jij koppeling hebt met iets, dat betekent dat je afhankelijk bent van iets. Dus dat jij minder makkelijk zelf beslissingen kan nemen, minder makkelijk beslissingen kan nemen. Omdat als de ander verandert, moet jij mee veranderen, want die heeft ineens andere input, andere output. Als een service waar je koppeling mee hebt down is, ben jij ook ineens down. Ja, want je bent afhankelijk van die service. Die afhankelijkheid die moet eruit. Met dat idee van Fred George in ons achterhoofd hadden wij zoiets van, klinkt goed, klinkt logisch. Onze grote monolith stuk slaan in kleine onafhankelijke stukjes. Nou, hup. Keep om en gaan. Dat was een beetje ons motto. Dus waar we mee zijn begonnen is met elkaar in een hok. Hebben we eventstorming gedaan. Eventstorming is een techniek van een Italiaan waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Alberto Albertino of iets dergelijks. Wat we daar eigenlijk hebben gedaan is zegt, oké, wat voor use cases hebben we allemaal in onze applicatie? En stel we zouden die use cases allemaal van elkaar los willen trekken. Welke informatie hebben use cases nog van elkaar nodig? Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat wordt zo meteen wel concreter. Wij zijn begonnen door tegen Martin te zeggen, Martin, wat wij gaan doen is wij gaan één belangrijke case van Happy Pancake gaan wij bouwen met dit in het achterhoofd. Hè? Dus met een nieuw gedachtegoed in het achterhoofd. Wat we daarvoor gebruiken is de profielpagina. De profielpagina is voor Happy Pancake de belangrijkste pagina. Dat is eigenlijk waar een gebruiker zichzelf presenteert. En we hebben gezegd, of een van de regels van microservices is dat elke view maar één call mag zijn naar een service. Dus elke view die je hebt in je applicatie mag maar één call doen. Dat is dat stukje onafhankelijkheid. Dat stukje dat het op zichzelf staat. Dat betekent namelijk als andere services down zijn, dat die view in ieder geval nog up is en gewoon kan werken. Dus wij dachten, nou, als wij deze pagina, deze view, als we die willen ondersteunen, dan moeten wij een JSON kunnen ophalen bij slash profiel met iets van een GUID of een username, whatever. En dan moeten we dit terugkrijgen. Het gaat er niet helemaal precies om wat hier staat, maar hier staat bijvoorbeeld de naam van de gebruiker.
als wij die terugkrijgen vanuit onze backend, dat betekent dat wij ergens die naam, waar staat zijn naam, dat we die naam ergens kunnen neerzetten. Zo eenvoudig was het eigenlijk. Nou, toen dachten we, welke services hebben we daar nou eigenlijk allemaal voor nodig? Want ja, we kunnen natuurlijk niet één grote service maken, dus dat moeten we allemaal een beetje proberen klein te houden. Een aantal zaken die we net op de pagina zagen was bijvoorbeeld, is de persoon waar we nu naar kijken, is die online ja of nee? Dus we dachten, nou, we moeten in ieder geval iets als een online service hebben. Er stond net iets van een knopje waarmee je kon chatten. Dus we zouden iets van een chatservice nodig hebben. We kijken naar een gebruiker, dus we zouden iets van een gebruikerservice nodig hebben. We zagen iets van foto's, dus we zouden wel iets van een fotoservice nodig hebben. Zo zijn we eigenlijk naar de tekentafel gegaan. Maar we zaten met het probleem dat we dachten, ja oké, maar dan hebben we al die services, maar we moeten één view moeten we vullen. Hoe zouden we nou één view kunnen vullen als we meerdere services hebben? Nou, daar hebben andere mensen ook al een keer over nagedacht. Die zeggen, als jij nou een wijziging maakt in een ene service, dan publiceer jij een event. En een andere service kan daar, als die naar geïnteresseerd is, kan die daar naar luisteren. En events zijn de laagste koppeling die wij op dit moment kennen in ons vakgebied. Er is geen lagere koppeling. Je hebt lagen van koppeling. Maar bij events, messaging, dat is de laagste koppeling die we kennen. Dus we dachten, nou dat is mooi. Je hebt een online service. Of als iemand online komt, dan publiceert die online service een berichtje van hey, deze gebruiker was online. En een andere service die kan dat dan bijhouden van, oh, Pietje is laatst online geweest. In ieder geval zoveel minuten geleden. Als dat zo is, dan toon ik op die pagina een groen bolletje of anders een rood bolletje. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hadden een pagina, we hadden een setje aan services en daar gingen we hoor. Een paar maanden, lekker coden, lekker bezig, we hadden het idee dat we de goede kant op gingen. Te gek! Toen liepen wij tegen een muur op. Toen kwamen wij erachter dat wij echt de verkeerde kant op aan het gaan waren. Wat er namelijk was gebeurd, is dat wij deze pagina opbouwden uit deze services. En al die services, het liep niet goed af. Al die services hadden weer een dependency op in ieder geval de user service. Want elke use case waar wij iets deden, speelde de gebruiker een rol. Ja, en als die down is, dan hadden we toch eigenlijk stiekem nog wel weer een probleem. Dus het stukje van onafhankelijkheid, nou, daar waren wij niet goed mee bezig. Daar leerden wij de belangrijkste les, dat het niet zozeer om views draait of iets dergelijks, maar dat gewoon een microservice mag gewoon nooit ten nimmer een dependency hebben op een andere service. We gingen terug naar de tekentafel. We hebben gebeld, we hebben toen een sessie gehad met Fred George, dus de bedenker van microservices. En die hebben wij 2 weken lang naar Zweden gehaald om in een hok zeg maar te bedenken hoe het dan wel zou moeten. Nou, leuke vent. Ik vind het echt een klein beetje fan. En wij kwamen op deze services uit. Dat is misschien een beetje een versimpeling, want uiteindelijk hadden we er meer. En één ding wat je zou kunnen opvallen als je hier naar kijkt, is dat er geen member service meer is. Dus waar wij last van hadden dat al die services een dependency hadden op de member service, nou, hoe los je dat op? Door in ieder geval gewoon die member service niet meer te hebben. Dan heb je die dependency ook niet meer. Dat was eigenlijk de belangrijkste les waar wij 2 weken voor nodig hadden om die van Fred George te snappen. Die zei, altijd als jij behoefte hebt om ergens een dependency op te leggen, dan moet je die service gewoon weghalen. Want blijkbaar blijkbaar is het gewoon niet goed. Oké. Nou. Dan is natuurlijk de vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Als jij die member service nou hebt weggehaald, waar komt die member nu ineens weer vandaan? Ja, je kan niet zeggen dat bij een dating site een gebruiker geen belangrijke rol speelt. Het is dat ik geen magnetron heb om weg te geven, maar dat je hebt hem verdiend. De member zit overal. Het belangrijke is namelijk dat je niet je services niet moet modelleren aan de hand van business entiteiten. Dit is ook een fout die ik bij domain-driven design vaak heb gemaakt.
om een gebruiker te introduceren. Of om een order te introduceren. Als je bijvoorbeeld iets verkoopt. Je zou denken dat voor bol.com een order een heel belangrijke entiteit is. Maar dat is helemaal niet waar. Er zijn juist bepaalde aspecten van de business die belangrijk zijn voor een order. Maar een order op zichzelf is niks. Een order is een proces. Dat is gewoon, ja, je komt van dingen in je winkelmandje stoppen naar uiteindelijk een pakketje bij jou aan de deur. Ja, dat is een proces. Dat is niet per se een entiteit. Dus dat was voor ons de belangrijkste les. Services modelleer je niet naar entiteiten, maar services modelleer je naar business aspecten. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Want we hebben echt nog wel iets als een gebruiker. Maar zo'n gebruiker is dus opgedeeld of zo. Is naar alle services automatisch gegaan. Bij ons was het zo. Je had een registratieservice. Een registratieservice die presenteert jou een view als jij je wil registreren. En dan kun jij een gebruikersnaam opgeven, een wachtwoord, een e-mailadres. Nou, wat er meer. Je naam. Nickname. Waar je woont, hoe oud je bent, wat je zoekt. Dat soort dingen. Die komen bij een registratieservice terecht. Zodra je op het knopje drukt van verzend, gaat het naar een registratieservice. De registratieservice publiceert een event dat iemand zich geregistreerd heeft. En wat wij in ieder geval van die persoon op dat moment weten, is zijn nickname. En we hebben ook de garantie dat zijn nickname uniek is. Zijn e-mailadres, we hebben de garantie dat zijn e-mail uniek is. We weten een aantal dingen van zo'n persoon. Bij Happy Pancake moet elke registratie nog door een reviewer gecontroleerd worden. He, wat wij willen doen, is we willen mensen een leuke dating experience geven. En helaas zijn er heel veel mensen die zich aanmelden als scammers. He, mensen in Nigeria die proberen hier op afstand mensen geld uit de zak te kloppen. Dus wat er voor ons gebeurd is, we hadden nog een reviewproces daartussen zitten. Waar mensen gewoon op de back-office door registraties heen gingen om te kijken of ze verdacht dingen zagen. Zodra zo'n registratie approved was, ging dat eigenlijk de rest van ons systeem in. Konden dingen verrijkt worden. Het belangrijke was, wat was er eigenlijk gebeurd? Er was een GUID gegenereerd voor die member. En die is naar alle services gestuurd. Dus het enige wat alle services weten, is dat er een gebruiker bestaat. Wat de naam van die gebruiker is, is voor andere services eigenlijk niet interessant. Als jij wilt chatten, de chatfunctionaliteit heeft de naam van een gebruiker geen waarde. Je wil hem uiteindelijk wel op het scherm zien, maar daar kom ik nog even op terug. Want je wil wel, zaken op schermen tonen uit meerdere onderdelen van je applicatie. Het grootste voorbeeld wat ik hierbij heb, is... Ik heb die pagina waar we net naar keken, de profielpagina. Daar heb ik een stukje functionaliteit naast gezet, wie er nog meer online zijn. En dit zijn nu twee services. Of dit zijn nu twee views. Deze view staat op zichzelf en die view staat op zichzelf. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon simpel placeholders in je HTML krijgt. Zo zou je het even moeten voorstellen. En die placeholders worden ingevuld door requests te doen naar de services die in kunnen vullen. Deze online list... Zo noemen wij, heeft meerdere versies. Wat wij doen vanuit de UI is, zodra deze pagina getoond wordt, doen wij een request naar de online service en die zegt, geef mij een lijstje van mensen die nu online zijn. En dat gaat in eerste instantie naar een service die daar heel goed antwoord op kan geven. Het enige wat er naartoe gaat is, wie bekijkt deze pagina op dit moment? Nou, bijvoorbeeld, ik bekijk deze pagina op dit moment. Ik heb bepaalde voorkeuren. Ik zoek iemand in een bepaalde leeftijdscategorie. Dat weet die online service. En die zal proberen een lijst samen te stellen die voor mij als gebruiker ideaal zou moeten zijn. Het zou kunnen zijn dat die online service er niet is. Dat die service misschien down is. Dus wat wij proberen is, als we geen reactie terugkrijgen, doen we gelijk een tweede request naar een andere online service die niet zo gepersonaliseerd is. Dus een online service die veel eenvoudiger is. De kans dat die up is misschien ook groter. Die geeft misschien gewoon random wat mensen terug die helemaal niet in mijn leeftijdscategorie zitten. Als die ook down is, kunnen wij zeggen van nou, we
tonen gewoon die online list niet meer, maar we tonen gewoon advertenties daar rechts. Dan verdienen we in ieder geval nog geld op het moment dat we down zijn. Dit heet service degradatie. Dat je zegt van, nou, ik bied nog wel functionaliteit, maar ik laat de kwaliteit van de functionaliteit laat ik langzaam afnemen. Je kan je voorstellen bij buienradar dat je zegt, ja, hetgene wat ik altijd wil weergeven is dat gifje in het midden. Wat er verder allemaal omheen staat, wat voor temperatuur het morgen wordt, nou, dat vinden we minder belangrijk. Op het moment dat het zo druk wordt dat we het niet meer aankunnen, dan gaan we dat allemaal niet meer tonen en dan gaan we alleen dat gifje nog tonen op de frontpage. Dat is eigenlijk wat je hier ook doet. En je laat de kwaliteit van je service langzaam degraderen, maar niet tot een niveau dat je helemaal down bent, maar tot een niveau waarbij je iets minder kwaliteit levert. Het grote nadeel, of de grote uitdaging is, als jij meerdere views op één scherm gaat tonen, dat jij geen garanties meer kan bieden voor de consistentie van de data op de pagina. Als namelijk informatie uit een ene service komt en uit een andere service, kan het zijn dat die services helemaal niet op dat moment dezelfde conclusies aan het trekken zijn. Een voorbeeld hiervan is, als jij de pagina bekijkt van Bob Ross, kan het zijn dat de profielservice denkt van Bob Ross, die is offline. Maar de online list denkt, ja, ik heb Bob Ross net nog gezien, dus die is wel online. Het kan zijn dat die services, er is geen consistentie mogelijk tussen de view van die twee services. Hoe zou je dit kunnen oplossen? Monoliet aan de client side, zeker. Ja, je kan natuurlijk in de view kun je dingen bij elkaar proberen te mergen. Ja? Ja? Iemand nog een idee? Views laten praten met elkaar. Dus zodra deze zegt hij is online, dan past die view zich ook aan. Ja? Nog iemand? Accepteren dat het zo is. Het is super grappig. Ik ben ook gewoon een techneut, dus ik wil ook gewoon enthousiast van het bedenken van oplossingen hoe we dit beter kunnen doen. Dat hebben we ook geprobeerd. We hebben geprobeerd dingen in de view op te lossen. Dus te zeggen van, hé, wacht even, deze gaat zich subscriben op data van deze view. Ja, dat werd wel lastig als wij deze gingen degraderen, deze view. Want zeker als je hier advertenties gaat tonen, ben je op een gegeven moment de hele data kwijt. Nou, dan kun je nog wel zeggen, oké, dus als deze view het niet weet, dan zegt die view toch maar wat hij zelf vindt. We hebben gewerkt met local storage om daar dingen in de browser op te slaan. Dus eigenlijk om die online status in de view naar één concept te brengen en daar altijd vanuit te queryen. Nou, we hebben allemaal wat pogingen voor gedaan. Totdat we erachter kwamen van, misschien kunnen we ook gewoon zeggen, weet je wat? We tonen gewoon de huidige gebruiker nooit hier. Dus zodra wij een query doen naar die online service om dit component te gaan tonen, om deze view te gaan tonen, sturen wij de GUID mee van waar we nu naar kijken. En het contract is met die service dat hij die GUID nooit toont. Dus eigenlijk simpelweg ervoor zorgen dat je dit niet meer gaat doen. Mogen liegen, ja. Ja. Een ander voorbeeld waar dit speelde was, zodra jij je profieltekst wijzigt, ben jij je profieltekst aan het wijzigen in wat wij noemden een draft service. De draft service was eigenlijk waar de wijzigingen van je eigen profiel binnenkwamen, zodat daar een conclusie over getrokken kan worden. Er zaten ook bepaalde regels aan je profieltekst aan. Er mogen geen scheldwoorden in zitten, je mag niet zeggen dat je op zoek bent naar seks, je mag aanstootgevende zaken mag je niet daarin schrijven. Je mag geen contactgegevens erin zetten, zoals je 06-nummer. Nou, er waren regels aan verbonden. Dus dat was een aparte service die regels beheerde. Bewaakte. En je had je publieke profiel. Het kon dus zo zijn dat jij hier dingen aan het invullen was, snel op opslaan drukte, naar je profiel ging en dacht, dat is mijn oude tekst. Dat heb ik helemaal niet zo ingevuld. Er is namelijk geen manier om daar consistentie in te krijgen. Want het zijn verschillende services en er is gewoon geen manier om daar een transactie overheen te leggen of iets wat daarop lijkt. Hoe zouden we deze kunnen oplossen? Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat als ik nu mijn tekst aanpas op save druk, naar mijn profiel ga, dat ik niet mijn oude tekst zie?
Local Data Store. Het nadeel is, waar haal je dan die nieuwe tekst vandaan op dat moment? Oké, ja, hele goeie. Dus je zou kunnen zeggen, als een gebruiker naar zijn eigen profiel gaat, query ik niet de publieke service, maar query ik die draft service. Hartstikke goed, ja. De manier hoe wij dit hebben opgelost, is als een gebruiker naar zijn eigen profiel gaat, wordt hij geredirect naar de edit service, of naar deze pagina. Dus een gebruiker die ingelogd is, heeft nooit de mogelijkheid om zijn eigen publieke profiel te bekijken. Viel het mee weg. Ik heb het er net over gehad. Dat... Oh, ik zocht uit die ander. Dat we hier twee views hadden op één pagina. In werkelijkheid zijn we naar een model geëvalueerd, of ja, hoe zeg je dat? Naar een model toegestapt, waarbij één view werd opgebouwd uit wel 60, 70 services. Het is, oh ja, het is misschien niet heel duidelijk. Het is namelijk zo, hier onder deze foto staat de gebruikersnaam en de leeftijd van de gebruiker. Onder deze foto ook. Dus tot hier aan het aantal kilometers, hoe ver die gebruiker bij jou vandaan woont. Het is namelijk niet alleen als jij hier aan het browsen bent, dat jij denkt van, hey, dat ziet er aantrekkelijk uit, klik. Maar je denkt ook, hey, dat ziet er aantrekkelijk uit, oh, dat woont ook nog eens een keer in de buurt. Een hogere reden om te klikken. Dus uiteindelijk is het zelfs dat je daar een online view hebt, bestaat zo'n online view weer uit data van een gebruiker. Afstand, leeftijd, naam. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we een UI veel meer in hele kleine blokjes gingen aanbieden. Echt hele kleine blokjes. Een voorbeeld in ieder geval is, we kijken nu naar Amazon. We kijken nu naar het boek Domain Driven Design, geschreven door Eric Evans. En het aantal sterren wat mensen het boek hebben gegeven, dat is een aparte view. De titel van het boek is een aparte view. Of dit ding op voorraad is, ja of nee, is een aparte view. Dat betekent ook, als we bijvoorbeeld niks kunnen zeggen over die voorraad, stel de voorraadservice is down, dan zou je kunnen zeggen wat wij hier dan gaan tonen, we doen een query naar die voorraadservice. Die voorraadservice reageert niet. Oké, dan proberen we een query naar een simpele voorraadservice, die reageert wel. En het enige wat die service zegt is, ja, ik weet niet of er voorraad is. Zijn we transparant naar de gebruiker? We zeggen, ik weet het niet. De gebruiker kan zeggen, ja, hallo, dit boek is een beetje laat, maar ik bestel dit voor mijn man. Die is overmorgen jarig, dus ik moet weten of die op voorraad is of niet. Want ik wil hem eigenlijk nu bestellen en morgen in huis hebben. Voor sommige gebruikers is dat heel belangrijk. Nou, daar ben je eerlijk tegen. Die besluiten misschien bij de concurrent te kopen, omdat ze daar wel kunnen tonen of die op voorraad is, ja of nee. Maar voor 95% van je gebruikers zou het helemaal niet uitmaken. Voor mij zou het gewoon het volgende boek zijn wat ik bestel en weer op een grote stapel gooi. Dus het maakt helemaal niet uit of die op voorraad is of niet. Of die nou bij hun op een stapel ligt of bij mij thuis. Hier zijn productdetails. Is ook weer een aparte service. Is ook weer een aparte view. Het belangrijke is dat je een UI gaat zien als allemaal hele kleine stukjes UI, waar één enkele service een heel goed antwoord op kan geven. En een consistent antwoord. En dat die UI misschien wel bestaat uit tientallen mini-UI's. Alleen op die manier kun je ervoor zorgen dat je services compleet onafhankelijk zijn van elkaar. Dat services nooit iets van elkaar af hoeven te weten. Je hebt alleen een raamwerk nodig binnen je UI, waarbij je dus ja, op een makkelijke manier dit voor elkaar kan krijgen. Dat was in de tijd dat wij begonnen nog vrij lastig. Wij gebruikten Lazo.js, dat was ontwikkeld door Yahoo. Nou, ik denk, is er iemand die Lazo.js kent? Nee, daar is een reden voor, dat is nooit groot geworden.
Dat is echt, dat is het niet geworden. Maar dat was wel, Yahoo had dit idee ook. Zeg maar, 8 jaar terug. Die hebben er toen een JavaScript library voor gemaakt om dit op een manier te doen. Nou, dat ging allemaal redelijk. Dus daar zaten dingen in voor zo'n online list om die service degradatie te doen. Ik doe een call naar de backend, krijg ik geen reactie. Binnen zoveel milliseconden doe ik een tweede call. Maar dat hadden ze allemaal ontwikkeld. Tegenwoordig met React, kennen mensen React? Dat is wel redelijk bekend, ja. Met React, ja, dit hele idee zit al bijna standaard in React. Als jij React gebruikt met GraphQL, dan kan elk component wat jij include, heeft zijn eigen query. Angular heeft het ook, ja. Dus je ziet dat dit gedachtegoed al ruim naar UI frameworks is gegaan. Zo. Ik zei in het begin van mijn presentatie dat reuse, dat ik daar niet in geloof. Als je nu kijkt, als je eenmaal een UI bereikt als dit, of een landschap als dit, waarbij je dus een handvol services hebt, valt er eigenlijk helemaal niks meer te hergebruiken. Je hergebruikt geen database, want elke service die je hebt, heeft zijn eigen database. Dat betekent ook dat elke service een keuze kan maken van welke database ga ik gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn voor een matching service. Onze matching service was, ik heb behoeftes, welke andere gebruikers vullen mijn behoeftes het meest aan? Die dezelfde behoeftes hebben, die overlap hebben met mijn behoeftes. Nou, dat klinkt al een beetje complex. Dat konden wij niet zomaar kwijt in een simpele SQL server. Wat wij daarvoor hebben toegepast is een graph database. In een graph database kan je namelijk heel makkelijk relaties leggen en kijken waar overlap ligt. Dus die matching service, die maakte gebruik van een graph database. Dat was voor die service het juiste middel om haar data in op te slaan en dat makkelijk te kunnen queryen. Of iemand online is, ja of nee? Ja. Daar is misschien Redis wel goed genoeg voor. Dat mag heel vluchtig, dat is hele vluchtige data. Sterker nog, het mag zelfs data zijn wat we verliezen. Want online houdt bij ons in, je was in de laatste 15 minuten heb jij een actie gedaan. Nou, stel wij raken die database kwijt, dan is iedereen offline. Mensen gaan onze site gebruiken en eigenlijk binnen een paar minuten is die database weer gevuld. Dus er was helemaal geen behoefte om dat heel erg durable te hebben, om dat in een cluster te hebben hangen. Daar zat totaal geen waarde voor ons. Dus die service, die gebruikte gewoon een hele simpele memcache. Was goed genoeg. De profieldata, was bij ons een hele hiërarchische structuur. Dus als je naar een profiel ging kijken, zat daar heel veel hiërarchie in. Daar hebben we een document database voor gebruikt. Gewoon een stuk JSON wat we ergens onder een sleuteltje in die database stoppen. We hoeven ook nooit data te joinen, we hoeven daar nooit iets mee te doen. Dus zo zie je dat als jij je landschap stuk slaat in allemaal kleine services, die een klein stukje van die puzzel proberen op te lossen, dat je daadwerkelijk technieken kan gaan kiezen en producten kan gaan kiezen die aansluiten bij dat kleine probleem wat je probeert op te lossen. Je zag dat onze services over het algemeen kleiner waren dan een regel of 500 aan source code. En daar zat vaak de UI bij in. Het was meestal een database met een klein stukje logica daarboven en dan eigenlijk gelijk een UI. Er was heel weinig business logica aanwezig. Als jij dingen namelijk gaat stuk slaan naar hele kleine onderdelen, is het stukje logica wat er overblijft binnen zo'n onderdeel vaak heel erg te behappen. Je kan je voorstellen dat een service die voorraad bijhoudt, wat heeft die nodig? Een GUID van een product, dus een unieke sleutel om product te identificeren. Een initieel aantal, namelijk het begint bij 0 bijvoorbeeld. Of het begint bij 100. Nou, en elke keer als het verkocht wordt of verzonden wordt, moet daar 1 vanaf.
Ja, zeg maar, dat is in een paar regels source code wel uit te drukken. Dat is helemaal niet zoveel complexe, daar heb je eigenlijk geen objectoriëntatie voor nodig. Je hebt er heel veel, ja, je hebt er niet eens clean code voor nodig. Zijn er mensen die kennen ze met de term clean code? Er wordt heel veel gezegd, ik heb niks tegen Robert C. Martin. Robert C. Martin is denk ik een slimme man. Heeft zeker zijn strepen verdiend. Maar Robert C. Martin is iemand die heel veel over clean code schrijft. Die heel veel schrijft over dat code onderhoudbaar moet zijn. Dat code begrijpbaar moet zijn voor programmeurs. Dat het testbaar moet zijn. Allemaal hele goede zaken. Wat wij hebben gemerkt na het toepassen van microservices, is dat onze behoefte voor het hebben van begrijpbare code eigenlijk als sneeuw voor de zon verdween. Omdat wij naar stukjes services waren gegaan waar de hoeveelheid code zo klein was en zo'n duidelijk probleem oploste, ja, dat zeg maar met een paar for-loopjes en wat if-loopjes wel klaar was. Het schaalde nooit tot een codebase die zo groot werd dat je echt heel erg hard moest nadenken en heel veel moeite moest doen om je code goed gestructureerd te houden. Wat binnen een monoliet, nou ja, dat is wel tegenovergesteld. Dan heb je heel veel behoefte aan clean code. Want je hebt namelijk ook heel veel code. Dus je moet heel goed nadenken hoe je dat gaat groeperen, hoe je dat netjes houdt. Hoe je gaat zorgen dat je bepaalde logica in een ene functie eruit trekt naar een interface. En dependency injection, daar krijg je heel veel behoefte aan als je een hele grote codebase hebt. En voor ons een belangrijke les bij microservices is dat die behoefte dus langzaam wegviel. Microservices, je kan bijna geen dag als dit hebben zonder dat er ook iemand het woord microservices laat vallen. Dat betekent dat als sneeuw voor de, als paddenstoelen uit de grond, dat wordt die uitdrukking zocht ik, ook heel veel microservices frameworks aan het ontstaan zijn. Ik heb snel voor deze presentatie even gezocht op microservices. Bij GitHub, en de meest populaire repository die je kan vinden, heet GoKit. Nou, het gaat me helemaal niet precies om wat het ding doet. Of ja, op zich wel wat het doet. Het probeert namelijk alle patronen die je nodig hebt voor microservices te ondersteunen. En een van de patronen die zij hebben, is dat zij RPC gebruiken als messaging. Of als communicatielaag. Ik denk, hey, dat is interessant. RPC, je wil eigenlijk helemaal geen RPC calls doen. Je wil gewoon een call doen vanuit je UI, je data ophalen en dat presenteren. Een RPC-call heb je vaak nodig als je een call doet. En die call doet weer een call naar andere services. Die heb je juist vaak nodig als je een heel stappenplan van calls aangaat. Ging ik verder lezen, zeggen ze dat ze circuit breaker support hebben. Is iemand die de term circuit breaker wat zegt? Het circuit breaker patroon zorgt ervoor dat als je afhankelijk bent van iemand anders, dat jij... stel ik ben een service, ik moet data hebben van een andere service. Dan als die andere service down is, heb ik een probleem. Als ik een miljoen keer aan die service een vraag ga stellen, heeft die andere service een probleem. Dan kun je een circuit breaker tussen zetten, die bijvoorbeeld gaat zeggen als jij een call doet en die is down, dan ga ik het proberen bij iemand anders. Of als jij 1000 keer binnen een seconde een call doet naar die service, dan ga ik jou een beetje afremmen. Wat ik wil meegeven is... Dit soort frameworks duwen je de verkeerde kant op. Je wil namelijk helemaal geen calls doen naar andere services. Je wil helemaal geen circuit breaker nodig hebben. Hetzelfde als je behoefte hebt om clean code in te zetten, kan dat een hint geven over dat je services misschien helemaal niet klein genoeg zijn. Of niet goed genoeg zijn opgedeeld. Als jij een service breaker nodig hebt, dan kan dat dus ook betekenen dat jij microservices niet goed hebt opgedeeld. Het zijn geen oplossingen voor een probleem. Het zijn juist hints dat jij het probleem verkeerd aan het oplossen bent. Dus dat wil ik in ieder geval meegeven. Die sla ik over. Die doe ik wel. Ja. Maar dan pak ik de andere slide erbij. Even kijken. Oh, die heb ik hier niet. Oké. Oké, ik heel veel terug naar deze slide. Het laatste punt wat ik wil maken. Laten we die doen. Ja. Ik gaf halverwege mijn presentatie iets aan over dat je service degradatie kan doen.
Dus dat je hier een online list toont. Dat je eerst je gouden online list met alle toeters en bellen probeert. Als dat niet lukt, dat je dan de, ja, met de zilveren bellen, toeters en bellen probeert. En als dat niet lukt, probeer je weer wat anders. Je kan dit principe ook toepassen voor het testen van functionaliteit. Dus wat wij bij Happy Pancake doen, we hebben een versie van Happy Pancake op mijn laptop staan en we hebben productie. Daar zit geen acceptatieomgeving tussen, daar zit geen testomgeving tussen, daar zit niks tussen. Als ik iets deploy, gaat dat naar productie toe. En wat er dan gebeurt, is dat wij ditzelfde mechanisme om verschillende services aan te roepen, of verschillende versies van services aan te roepen, gaan we ook gebruiken voor mijn nieuwe versie die ik deploy. Dus stel ik deploy een nieuwe versie van de online service, dan ga ik niet gelijk alle gebruikers op de website naar die online service sturen. Nee, wat ik probeer eerst één gebruiker naartoe te sturen. Maar als daar een error uitkomt, nou, dan is misschien, moet ik dan maar eerst even kijken voordat ik daar meer gebruikers naartoe ga sturen. Komt er geen error uit, dan ga ik misschien 1% van mijn verkeer daar naartoe sturen. Als dat goed gaat, ga ik 10% van mijn verkeer daar naartoe sturen. Ik ga dus heel langzaam het schuifje openzetten van het in productie nemen van nieuwe functionaliteit. Datzelfde kun je ook gebruiken door te zeggen, nou weet je wat, ik deploy twee versies en ik ga 50% die kant op sturen en 50% die kant op. Dus ik ga testen welke versie werkt er beter. Deze infrastructuur geeft je de mogelijkheid om dat soort dingen te doen. Daarmee vervalt, ik wil niet zeggen dat het voor elk scenario zo is, maar daarmee vervalt dus ook de behoefte om heel uitvoerig te testen. Omdat jij een terrein creëert waarin jij heel klein en voorzichtig dingen kan gaan uitproberen. En je kan zeggen, die online list, ik zet hem heel eventjes aan. Een paar minuutjes. Nou, even kijken hoe dat ging. Even in de logs kijken hoe dat ging. In plaats van dat je heel veel en zwaar gaat leunen op testen, ga je dus veel meer leunen op kleine experimentjes. En waarbij je bij je kleine experimentjes er ook al vrij vroeg in het stadium achter kan komen dat de richting die je opgaat helemaal niet zo'n goed idee is. Of misschien bevestigt het juist wel dat het een heel goed idee is en wil je daar dus veel meer aandacht aan gaan besteden. Het heeft bij ons voor een hele cultuurverandering gezorgd, waarbij we eigenlijk geen business analisten meer hadden. Al onze business analisten, we hadden er drie. Ja, al klinkt alsof het heel veel waren, maar we hadden drie business analisten. Die zijn door de jaren heen zijn die weggevloeid. Het waren de techneuten die ook wel, nou dat klinkt denigrerend. Het waren techneuten die ook goede ideeën hadden. En ze hadden nu een raamwerk om die ideeën gewoon uit te proberen. Onze techneuten zijn daardoor meer betrokken. Het is bij ons, zeggen ze dat ze het leuk vinden, dat ze naar hun zin hebben. Juist door dit soort zaken. Martin, de man die Happy Pancake heeft opgezet, die vindt nu dit echt te gek, dat we dingen kunnen proberen en experimenteren. Ja, hij kan weer ideeën, maar wat nou als we dit gaan doen? Dan zeggen we, nou dat is voor mij geen goed idee. Dan zegt hij, nou laten we het proberen. Nou, ja, kan ik op zich niet op tegen zijn. Ja, de data wijst vanzelf wel uit of het een goede stap is, ja of nee. Ik heb een aantal punten overgeslagen, vind ik jammer, doet voor mij heel veel pijn, want ik heb ze wel voorbereid. Ik hoop dat jullie er niet al te veel last van hebben gehad en dat er nog wel een beetje lijn zat in mijn verhaal. Ja, als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Zijn er mensen die nu echt denken van, oké, wat? Raar verhaal? Nee? Hartstikke goed. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie tijd. Ik vond het leuk om hier te staan. Tot de volgende keer.